Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb Jordi al weggebracht vanmorgen naar school. Ik ben al naar de winkel geweest. En die dingen allemaal. Nu zitten de kindjes heel eventjes, Liam en Sam, eventjes fruitje te eten. Joep is niet zo lekker. Ik denk dat ze iets gegeten heeft wat niet helemaal goed is. Ik hou het even in de gaten. En anders dan moeten we maar naar de dierenarts, ja. Ze is niet vaak ziek. Maar ik denk dat ze iets gegeten heeft wat niet helemaal lekker valt. Of niet helemaal goed voor haar is geweest. Dus ik kijk het heel even aan. Het is niet zo dat ze ziek oogt of zo, maar haar ontlasting is niet helemaal zoals ik zou willen zien. Dus we kijken het gewoon heel even aan en dan, ja. Ik kan nu wel aanlopen, maar misschien is het over 2 uurtjes wel weer weg. Dus ik moet gewoon heel even kijken. Meestal wacht ik 24 uur en dan maak ik een keuze. Ze heeft wel genoeg alweer gedronken. Ze heeft ook al wat brokjes gegeten. Dus dat is goed. Ze heeft niet overgegeven tot nu toe. Dus dat is alleen maar positief. Als ze ook echt gaat overgeven en het... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Als ze echt gaat overgeven en het blijft niet meer binnen, dan bel ik direct. Ik ging Liam wakker maken. Het kind was zo grijnig. Dus heb ik allemaal niet kunnen filmen, want dat... Maar we hebben Jordi opgehaald en ze hebben een grote lol. Dus daar ben ik blij mee. Ik ben ondertussen aan het eten koken. We eten Hollands pannetje. Zoiets was het. Ondertussen ben ik aan het opruimen en alles erop en eraan. Dus ja, ik ben gewoon bezig. Met Joef gaat het wel oké. Komt wel goed. Een hele goede morgen. Gisteren heb ik de hele tijd ook op Joef gelet. Het gaat niet zo lekker met de dierenarts, hebben we gebeld vanochtend. En om 4:55 moet Niels met haar naar de dierenarts. En ja, dat is gewoon nodig. Ik denk dat ze een darminfectie heeft of zo. Ze eet en drinkt wel gewoon, dus dat is prima. Dus we gaan het even bekijken. Moeten we heel eventjes wachten op Jordi, want Jordi is aan het fysioen. En de kindjes zijn allemaal al klaar. Ik hoef ze daar alleen maar in de auto te gooien en dan kunnen we al weg. Niels is al naar zijn werk toe. En gisteren heb ik bijna niet meer gevlogd, ook omdat Joef niet lekker was. En een vriendin van mij had mij even nodig. En ja, dus dat had gewoon geen nut om te vloggen. En ja, als iemand me nodig heeft, ben ik er wel voor ze. Dus ja, dan is het vloggen eventjes niet belangrijk. En het is ook privé wat er aan de hand was. Dus dat ga ik ook niet delen. Ik deel al heel veel, maar dat is niet mijn verhaal. Dus dat ga ik ook niet delen. Dus ja, dat. Nu zijn Liam en Sam even aan het spelen nog. We wachten dus op Jordi en dan gaan we hem naar school brengen. Kindjes zijn lekker boterhammetje aan het eten. Joef is nog steeds niet lekker. Jordi heeft een juf die volgende week weggaat. En ik ben ondertussen even melkflesjes aan het warm maken. Daar heb ik samen met Liam even voor geknutseld. En er staat op, lieve Merel, een olifant vergeet nooit iets. Ik ben die olifant, ik ga je missen, kus Jordi. Nou, ik vond hem toch eigenlijk best wel goed gelukt. Ik heb Liam laten kleuren. Die is lekker bezig geweest. Jordi doet dat toch niet. Dus dan kan ik maar beter ervoor kiezen om Liam daarvoor te gebruiken. Prima. Dus dat heb ik eigenlijk even gedaan vanochtend. Het is ook lastig om iets te verzinnen, maar ja, ik wist hoe je een olifant moest maken, dus dan doen we dat maar even. Dus die kan ik straks even op school afgeven als ik Jordi ophaal. Dan ja, hebben we gelijk iets leuks. Flessen zijn ook klaar. Ze krijgen tegenwoordig tussen de middag gewoon melk, dus ik ben blij dat Liam dat accepteert. Daar heb ik even op geoefend, maar dan heb je ook wat. Als ze een boterhammetje op hebben, dan krijgen ze een flesje en dan gaan ze lekker even naar bed. Nou, ik heb hem opgehaald hoor.
Hij lag gewoon te slapen, die speknek. Hij ligt nou nog steeds slaap, krijg hem niet wakker. Hij heeft vanmiddag niet slaap op school. Nou ja, prima, doen we dat. Geef hem gauw plassen. En dan zorgen dat die kindjes lekker iets hebben. Om 4:30 komt Niels naar huis voor Joefie, zodat hij op tijd bij de dierenarts is. Dat is over een uurtje ook al. Dus ja, we gaan ermee door. Bab, 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 bab. Oh! Waarom gooi je dan nou weer weg? Dat lag net zo lekker, meneer. Ah! Mama zegt tegen Sam, kom maar lekker bij mama. Kom jij bij mama hangen? Yeah. Sam? Nee. 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 Nee, inderdaad, nee. Afblijven. Ja. Niet doen, Liam. Ja. Goed zo, je doet luisteren voor een keer. Kusje. Aangezien we toch open en eerlijk zijn over poep en alles erop en eraan met Joef, gaat het nog ongeveer net zoals straks. Ze is bij het dierenarts geweest met Niels en ja, waarschijnlijk heeft ze gewoon ontstoken anaalklieren of ontsteking in de darmen. Ze heeft een antibiotica prik gehad en ze heeft diarree tabletjes gekregen, in ieder geval om ermee dat het stopt. Dus die geven we en dan is het afwachten. Het moet binnen een week weer normaal zijn. Toch, Joefie? Bella. Joefie, mijn poefie. Wat is Joefie? Een hele goede morgen. Gisteravond ben ik op de slaap. Oh, splak, geblek, jongens. Gisteravond ben ik op de bank in slaap gevallen. We hadden alles hier gedaan en kon snokkie. Dat. Dus ja, filmen. Niet gedaan. Brood smeren. Niet gedaan. Kleren klaarleggen. Niet gedaan. Dus dat kon ik vanochtend allemaal doen. Jordi en Liam die zijn naar schooltje. Over een uurtje moet Liam alweer gaan ophalen. Dus ja. Dat heb ik vanochtend alweer voor elkaar gekregen. Ben ook even naar de winkel geweest. Ik heb eventjes een cadeautje gehaald voor oma. Want de moeder van Niels, die is vandaag jarig. En dan moeten we eventjes heen na het eten. Dus ja, dat. Ik heb ook slippers gekocht bij de Action. Dus die heb ik ook gehaald, want ik kom elke keer slippers tekort. Dus ja, dat is wat ik heb gedaan. Als de kindjes slapen, doe ik even een cadeautje in elkaar flansen wat ik wou. Ik heb ook een aantal dingetjes voor dat gehaald. Omdat ik het weer een beetje saai begin te vinden. Dus vandaar dat ik dat even ben gaan halen. Joef, nee. Terug. Met Joef gaat het nog een beetje hetzelfde. Niels zei gisteren ook dat ze verhoging had. Als hond zijnde. Ga je plaats? Ga liggen daar. Het is even afwachten. Het moet in ieder geval binnen een week gewoon beter zijn. Maar ja, als vrijdag nog niet verbeterd is, dan ga ik toch nog even bellen naar de dierenarts. Dus dat, ze eet wel gewoon. Ze drinkt ook gewoon. Dus dat is allemaal niet erg. Ze geeft niet over, enzovoorts. Dus dat is gewoon prima. Het is alleen dat ze dun poept en dat ze wat bloed bij de ontlasting heeft. Maar de bloed komt pas nadat de ontlasting is geweest. Dus het zit waarschijnlijk bij haar anaalkleertjes. Dus maar ja, we gaan het gewoon eventjes kijken. Hoe dat het loopt. Ze is gewoon vrolijk, maar ze voelt zich mee. Zeg maar dat. Dus maar goed. Sam die is eventjes fruit aan het eten. Die is gewoon lekker aan het snacken. En Sammy? Je lekker aan het snacken, hè? Ja. Is het lekker, hè? Appeltje en banaantje.
Dus die is dat aan het doen. En ik ga gewoon lekker even mijn eigen ding doen. Ja, we hebben Liam opgehaald. Een lekker kaasstengeltje eten. En dan gaan we zo weer naar huis. Yay! Ja. Oh, hier is altijd zo goed. Maar hier zijn ook de minste mensen, dus dat is makkelijker filmen. Mijn schoonmoeder is vandaag jarig. En ik heb foto's van de kindjes. Hier heb je Liam. Dan heb ik vanuit naam van alle drie de kinderen heb ik voor oma vanuit elk kind een parfummetje. Ik heb twee geurkaarsjes die ik nog heb. Soms is het gewoon heel lastig om een cadeautje te verzinnen. Voor mijn ouders is het vaak minder lastig, omdat ik een soort van afspraak heb dat als mijn ouders iets bedenken of als ik iets bedacht heb, dat ik dat gewoon kan doen. Dan hoef ik eigenlijk niet zo te overleggen of wat dan ook. Bij mij, de moeder van Niels, is dat toch een beetje anders. Zij zal nooit vertellen wat ze wil of wat dan ook. Al geef je een reep chocola, vindt ze eigenlijk al prima. Dus ja, vandaar dat ik dit in elkaar heb geflanst. Ik heb Jordi gehaald hoor, maar meneer ligt te slapen. Die had zoiets van, het vindt ze zo slaapverwekkend. Ik slaap niet tussen de middag, maar ik slaap nu. Dus, we gaan ze naar huis brengen weer. Liam was niet lekker wakker geworden. Sam, je hebt weer iets gedaan, hè? Wat niet mag, hè? Hm. Jawel, deze moet wel aan. Jawel. Dus, we gaan naar huis. Het gebeurt er dus wanneer Jordi te lang stil ligt. Dus wanneer überhaupt een kind te lang stil ligt. Wil ze hem wakker gaan maken. En ze is niet lekker en ze is toch nog aan het zorgen. Zo schattig eigenlijk. Joepie, nee. Hoeft niet, schatje. Ga maar erbij liggen. Goed zo. Doe maar bij Jordi liggen. En toen waren we onderweg. We zijn net eventjes bij de moeder van Niels geweest. En die was jarig. Dus we moesten eventjes met de kleine kindjes daarheen. Ze hebben allemaal lekker een pyjama aan. Ze hebben ook daar lekker in hun broek zitten schijten. Dus oma die heeft hier een paar schijtluiers. Yay. Doen ze goed. Precies hun vader. Eerst overal zijn geur afbakenen. Ik heb daar nooit gegeten. Nee, maar dat deed je eerst wel altijd. Maar goed, hè. We zijn onderweg naar huis, kindjes zo in bed leggen en dan eventjes beneden aan de gang. Want het is nog weer een buikbende. Ik heb geen tijd gehad om het op te ruimen. Dus we gaan aan de slag zo. Een hele goede morgen. Ik ben even een boterham aan het eten, want ik werd een beetje heel erg flauw. Jordi heeft vanochtend fysio gehad. Ze hebben ook al fruitje gegeten. Hier mijn zaag. Ze hebben ook al goed gedronken, dus top. En we gaan vandaag niks doen. Heel te warm. Ze gaan dadelijk een boterham uiteindelijk krijgen en dan gaan ze hun nest en dat gaan ze doen. En dan straks als Niels thuis is, gaan ze buiten spelen. Want anders moet ik 20.000 dingen letten en dan heb ik geen zin in. En toen had je in één keer heel veel gedaan. Ik heb de mat afgeschropt. Ik heb de trapkast helemaal opgeruimd. Ik zal het even laten zien. Het lag niet zo opgeruimd als het nu was. Het was één grote berg. Ik heb een hele hoop eruit gehaald, weggegooid, et cetera. Dus ja, het is weer netjes. Ik weet in ieder geval waar alles nu staat. Jordi heeft niet geslapen, die andere twee hebben wel geslapen. Joefie ligt daar, is nog steeds niet lekker. En ja, moet het eventjes kijken hoe dat loopt. Ik ga lekker eten maken. Ik heb, hoe noem je die nou? Aardappelbolletjes met, ik zit heet visnuggets, maar er zijn geen visnuggets. Och, hoe heette die dingen nou toch? Ik kom er straks op.
Ik laat straks wel zien wat ik... En boontjes. Dat is wel weer eten. Dus dat is... Ja, het is warm. Ik ga niet uitgebreid staan koken. Hier hoef ik mijn fornuis niet voor aan te raken. 2 airfryers aan, een magnetron en ik ben klaar. Ik heb het even gepakt. Tada, kibbeling. Visnuggets. Kom ik daar nou weer bij. Het zijn dus kibbeling. Hé, dit is een dode vlieg. Ik vloog hier in één keer een dode vlieg. Dag vlieg. Dat. Kibbeling. Nou onthouden, Mandy. Dadelijk heb ik weer visnuggets, let maar op. Ik heb het eten klaar. Of hoor de kindjes. Ik heb die... daar ga ik weer, hè. Kibbeling, dat was het. Die kibbeling heb ik een stukje gesneden, want anders was het veel te warm. En ik weet dat de kinderen toch liever sowieso stukjes eten, dus vandaar. Dus, dit gaan de kinderen eten. Niels is thuis. Yay, en de kinderen zijn gedoucht. En ik lekker op bed. Daar gaan wij eten. Wij gaan nu even eten. Wij eten gewoon hetzelfde als wat kindjes aten. Nadat we nog wat hebben opgeruimd, hebben we bankzaken en beleggingen gedaan. Tada! Ik ga deze upsilon afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.